zelf de staatssecretaris aan de lijn krijgen. Laten we even luisteren hoe het klonk als iemand belde en de staatssecretaris aan de lijn kreeg. Nou, mensen vroegen bijvoorbeeld van ja, ik ga met de gemeente in gesprek over de huishoudelijke zorg. Die wordt aangepast, die wordt misschien wel minder. Maar hoe gaat het nou precies met zo'n keukentafelgesprek? En kan de gemeente dat zomaar doen of kan ik er ook nog met de gemeente over in gesprek? Nou, het antwoord is ja. En ik heb de mensen er ook op gewezen dat ze zich ook kunnen laten ondersteunen in zo'n gesprek door een cliënt ondersteunen. Bijvoorbeeld van de consulent van de AMBO. We dachten het moet verder gaan, het moet ook diepgaander gaan. Want het wordt allemaal wel een stuk ingewikkelder in Nederland. Dus vandaar dat we het idee hebben opgevat om AMBO-raad en daad te ontwikkelen. Om onze leden nog meer van dienst te kunnen zijn. En niet alleen maar via de website en een telefonische lijn, maar ook ja, persoonlijk. En wat ik zo mooi vind met het Raad en Daad is dat zowel via internet als via de telefoon als bij persoonlijke bezoeken thuis mensen in de mogelijkheid hebben om al die vragen te stellen. En dat is denk ik heel belangrijk in de tijd waarin je misschien wel veel vragen hebt over wat er allemaal verandert. Wij hebben bij AMBO mensen aan de telefoon die goed getraind zijn deskundige mensen die bijna alle antwoorden weten. En daar waar ze niet weten, hebben we ook nog onze belangenbehartigers die ook nog kunnen ondersteunen. Nou, die consulenten die zijn er om AMBO-leden die echt niet in staat zijn om via internet of de telefoon of anderszins hun problemen op te lossen. Ik kan me voorstellen dat die opleiding best pittig is, maar wel heel goed dat het gebeurt. Dat ook in de ondersteuning en het met de raad en daad mensen terzijde staan, ook voor die hele persoonlijke aanpak wordt gekozen. Dus ik wil alle consulenten die die opleiding hebben gehad feliciteren met hun certificaat. Als u zaken tegenkomt waarvan u denkt van hé, dat moet toch eigenlijk gesignaleerd worden of dat is belangrijk om te weten, geef het door via de AMBO. Dan komt het vanzelf wel weer bij mij terecht, weet ik uit de ervaring. Zodat we ook daarvan kunnen leren en kijken wat we moeten bijstellen, gelet op de praktijk die er is. We hebben al een beetje proef gedraaid vanaf 1 oktober. We zien dat er heel veel behoefte aan is vanuit leden, maar ook vanuit niet-leden. Maar ja, vandaag was natuurlijk een mooie dag met de staatssecretaris die heeft meegebeld en mensen te woord heeft gestaan. Ja, helemaal super. Oké, dat zal ik nog één keer doen. 0348 466 688 0348 4 3 keer 6 2 keer 8.